tevreden. Oh, wat is het lang geleden dat we gingen slapen met de kippen op stok. En alleen een paar schavuiten zag je nog om 12 uur buiten, want we werden toen nog geregeerd door de klok. De nacht heeft nu een ander gezicht, er is geen verschil meer tussen donker en licht. Het schaap met witte voetjes doet u allemaal de groetjes, en Klaas Vaak doet binnenkort zijn winkeltje dicht. De nacht heeft een andere stem, een ander geluid. De nacht kreeg een ander gezicht. Welterusten, dames en heren. Ja, ik zeg maar meteen welterusten, want er zijn een heleboel mensen die bij het woord nachtvoorstelling alleen al bijna in slaap vallen. Dus die mogen van mij naar bed. Maar er zijn ook een heleboel mensen die laten zo 's nachts om 1 uur nog eens even hun hondje uit. En die denken daarna, kom, wat zullen we nou nog eens voor leuks gaan doen? Nou, die mensen die heet ik hartelijk welkom. Hallo nachtmensen. Wij weten het van elkaar, hè? Wij houden van de nacht. Wij vinden slapen zonde van de tijd. Is nachts zoveel te beleven? We hebben toch allemaal wel iets waar we graag ons bed voor uitkomen. Waar of niet? Als je mij nou vraagt waar kan ik je 's nachts voor wakker maken, dan zeg ik, er is maar één ding. En niet wat jij denkt. Ik droom er soms ook van, hè. En dan word ik wakker en dan moet ik het hebben. Ik moet het hebben, anders kom ik nooit meer in slaap. Nou, dan ga ik mijn bed uit, pantoffeltjes aan, de trap af naar beneden, naar de keuken. Doe het licht aan, doe de koelkast open. En ja, daar ligt het, hoor. Kaas. Een lekker stukje kaas. En ik heb keuze. Ik heb roomkaas, smeerkaas, ik heb komijnenkaas en alle soorten Franse kaas, de Roquefort, de Brie. Ik heb boerenkaas met gaten, Friese nagelkaas en vette 40 plus. Ik heb geitenkaas, daar moet je wel van houden, maar dat doe ik. Persoonlijk vind ik emmentaler kaas het lekkerst. Nou ja, het maakt mij niet veel uit, hoor. Kaas is kaas. En ik ben gek op kaas. Ik had als kind al van die kuren. Een lekker snoepje wou ik niet. Ik wou alleen een stukje kaas. En dat was niet voor kinderen, althans niet in die tijd. Je kreeg wel eens een stukje kaas, maar niet zo vaak. Mijn moeder nam wel eens een lolly voor me mee. Die moest ik niet. Maar wat wou je dan? Ik zeg... kaas. Een lekker stukje kaas. Ik ben zo gek op kaas. Bijvoorbeeld in de supermarkt langs de rekken met de kaas. Nou, dan blijf ik aan het laaien. Het is verdorie een verslaving en het kost een geld. Maar ik kan het echt niet laten en ik stop het in de koelkast. En dan moet ik 's nachts mijn bed uit om nog eventjes te kijken. Dat is allemaal van mij. Wat moet ik zonder kaas? Met de nachtofoonhulpdienst. Ja, zeg het maar, hoor. Ja, ik... Ja, het is heel moeilijk. God, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar... Dat is dus fase 1, hè? De drempelfase. Duurt een seconde of 10, 20. Kopje koffie? Nee? Nou, ik wel. Nou ja, ik heet dus Leni. En ik heb... God, ik vind het wel vreselijk moeilijk om dat tegen een wildvreemde te zeggen allemaal, hoor. Sorry.
werk hier nou een jaar en heel fijn dus. Want het is natuurlijk toch een geweldig stuk belevingswereld, hè, wat op je afkomt. Al die ellende, al die noodgevallen. Sorry, ik moet even. Ja? Nou, het is dus zo. Ik zie geen zin meer in het leven. Ja, dat klinkt natuurlijk belachelijk. Dat is dus fase 2, de verontschuldigingsfase. 20 seconden. Sigaretje? Nee? Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die het veel erger hebben dan ik. Dat weet ik wel. Mm. Krijg je de kindertjes uit Bolivia of zo? Ik bedoel, die arme, hongerige kindertjes in de Sahel bijvoorbeeld. Ik heb tenminste nog te eten. Zijn we toe aan fase 3? Gaat allemaal volgens een vast patroon, hè? Let op. De waterval. Ja, zeg het maar allemaal, hoor. Maar ik weet niet meer waarheen. Ik weet het niet meer. Ik bedoel, Jan, je hebt me geslagen en ik kan mijn eigen huis niet meer in. Ik ga naar mijn moeder. Ik zeg, nou, ik leg zo mijn kop in de oven en ik draai het zo de gaskraan open. Zegt ze, sodemiet erop. Mijn eigen moeder, sodemiet erop. Nou, ik spring maar in de gracht. Het is zo erg. Dat is dus wat wij noemen een overkokertje, hè? Vertel eens precies hoe het gegaan is. Kijk, ik werk hier nou 4 nachten in de week. Sinds een jaar dus, hè. Sinds ik gescheiden ben, van Theo dus. Nou, het was een, ja, best een hele rottige periode voor me, hoor. Want, ja, ik begrijp het en toen. Want ik had natuurlijk een enorm stuk, ja, een vereenzaming te verwerken, hè. En toen vroegen ze me dus of ik hier een stuk intermenselijke communicatie wou doen. Nou, moment. Ik weet dus echt niks anders meer dan de gracht springen, begrijpt u? Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik denk wel eens bij mezelf, ik zou eigenlijk moeten zeggen, mens, spring dan in die gracht, hè, als je niks beters weet. Maar ja, daar zitten we hier niet voor natuurlijk, hè. Nee, ik hoef niet te luisteren, het gaat allemaal vanzelf. We krijgen nu de afkoelingsfase. Het is nou zo gepiept. Tuurlijk, het is ook ergens mijn schuld. Dat weet ik ook wel, ik heb ook mijn fouten. Zo, nou kan je het gewoon aftellen. 5, 4, 3, 2, 1, ja. Misschien moet ik hem nog een kans geven. Hè? Ik ga gewoon naar huis en ik zeg, zo, schone lei, hè? Allebei fout geweest, zand erover. Oh God, wat hebben mij geholpen. Daar was ik dus zelf nooit opgekomen. Ik zal nooit vergeten wat u allemaal tegen mij gezegd hebt. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel voor het fijne gesprek. Nou, dan ga ik maar, hè. Doei. Ja, het beste, hè. Doei. En zo krijg ik er dus 50 per nacht. Tel uit. Daar is de volgende patiënt alweer. Met de nachtofoon hulpdienst. Ja, zeg het maar, hoor. Oh, hallo Theo. Ik moest ze dringend bellen, stond er op het antwoordapparaat. Zeg, blijf je aan de gang? Ik ben ook wel eens even bezig. Wat is er nou weer? Ja, sorry Theo dat ik je gebeld heb, maar... Ja, god, ik moet ook wel eens even met iemand praten, weet je. En... Ja, ik weet niet of je het weet, maar het is morgen onze trouwdag. Ja. Kom Theo, moet dat nou zo? Darf ich mir die Mordwaffe einmal anschauen, bitte? Entschuldigen Sie, das geht leider nicht. Und wieso nicht? Ich bin unschuldig. Ich hab's nicht getan. Halt's Maul. Sie sagten? Ich bin Kommissar Winstra von der holländischen Kriminalpolizei. Aber das ist unmöglich. Wieso? Hier ist mein Ausweis. Wo ist mein Ausweis? Ich hab's nicht getan. Maul halten. Mein Ausweis. Es tut mir leid.
Ich erwarte nämlich... Ah! Ich höre Schritte. Da wird sein. Wer? Endlich. Herr Kommissar, was ein Glück, dass Sie da sind. Lamm Schneidermännchen. Aha, na ja. Ich habe es nicht getan! Moment. Hier stimmt was nicht. Na ja. Genial. Kommt rein, schaut sich eine Sekunde um und schon hat es. Ich bin unschuldig! Was? Stimmt nicht, Herr Kommissar. Moment. Ach ja, natürlich der schlüpfrige Lokalbesitzer, der so verdächtig aussieht, dass er es gar nicht getan haben kann. Hm? Ich bin unschuldig. Ich hab's nicht getan. Genau, stimmt. Und dann der dumme Kriminalbeamte, der nie etwas kapiert. Sie wissen, wozu Sie da sind? Aber sicher, Herr Kommissar. Als Kontrast, damit Sie besser auskommen. Stimmt's? Das haben Sie kapiert? Ja. Und dann die Leiche. Ja. Natürlich, wie immer. Für die erotischen Rückblenden, stimmt's? Gleich kommt eine wunderschöne. Und dann werde ich in einem weißen Mercedes von zwei Herren im Frack vergewaltigt. Ganz schick. Ja, wenn es Ihnen nur Spaß macht. Aber was stimmt denn hier nicht, Herr Kommissar? Es tut mir sehr leid. Sie, gnädiges Fräulein. Ich? Guten Abend, mein Name ist Derek. Ja, das weiß ich schon. Ich bin Kommissar Veenstra von der holländischen Kriminalpolizei. Freut mich, entzückend, das ist reizend. Aber leider gehören Sie nicht hierher. Aber doch, wir drehen hier Folge 1 von Kommissar Veenstra für das holländische Fernsehen. Stimmt nicht, wir drehen hier Derek, Folge 1234. Das ist entsetzlich. Ja, das zwei Kommissare an einem Drehort. Ach so. So etwas haben wir noch nie erlebt. Was machen wir jetzt? Ich bin unschuldig. Ich hab nicht gemacht. Mal sehen, wie wär's denn, wenn wir den Fall gemeinsam lösen, liebe Kollegin? Na ja, genial. Daran hätte ich nie gedacht. Ja, das wäre aber nett. Ja. Wissen Sie, ich bin ziemlich nervös. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas mache. Also, es ist ja wunderbar. Also fangen wir an. Ja, aber wie? Na, wie fangen wir an? Keine Ahnung. Also, der Lokalbesitzer, Herr Bleibowitz. Ich hab's nicht getan. Er hat ausgesagt, dass er die Mordwaffe heute Nacht zum ersten Mal in seinem Leben gesehen hat. Genau! Mir völlig unbekannt! Was machen Sie da? Aha, Crème de Menthe. Ist das nicht Ihr Lieblingsgetränk, Herr Bleibowitz? Ein Komplott! Man hat mich reingelegt! Na ja! Genial! Hätte ich glatt überrochen! Ja, wie wussten Sie das? Das ist reiner Bluff. Und außerdem steht's in meinem Skript. Soll ich ihn verhaften, Herr Kommissar? Was meinen Sie? Ja, natürlich. Er muss der Mörder sein. Richtig. Nein, das ist falsch, mein lieber Kollege. Merken Sie sich eines, der dämliche Kriminalbeamte hat immer Unrecht. Ja, aber sonst ist doch niemand da. Ja, noch nicht. Aber in solchen Momenten, da kommt plötzlich immer einer reingestürzt. Na also, der rührende Liebhaber, der es schließlich doch nicht getan hat. Mein Gott! Ich liebte Sie, Elaine, was ist geschehen? Wie finden Sie das? Rührend. Na, das sind Schmonzetten. Mein Engel, ich liebte Sie. So, nun fassen Sie mal auf. Junger Mann, wieso klebt ein Streichholz von Herrn Bleibowitz unter Ihrer Schuhsohle? Was? Himmel und Donnerwetter! Na ja, genial! Hätte ich glatt übersehen. Ich bin unschuldig! Aber ich rauche doch gar nicht! Ja, ich hab's ja nicht getan. Es war ja kein Selbstmord. Also, jetzt haben wir's. Hm? Wieso? Warum lächeln Sie so? Ja, bitte, warum? Mein liebes Fräulein, wenn ich anfange, so ein bisschen väterlich zu lächeln, mit so etwas Eiskaltem in den großen blauen Augen... Dann kommt die Lösung. Nee, nein. Doch, Sie haben es getan. Sie? Genial. Ja, woher wissen Sie das? Erstens sehen Sie so unschuldig aus. Sie mussten ganz einfach der Täter sein. Zweitens riecht die Pistole nicht nach Crème de Menthe, die riecht nach Edamer Käse. Drittens steht es in meinem Skript.
Unglaublich. Ach, wie immer. Sagen Sie doch mal, Herr Oberinspektor, ich frage mich so oft, was haben Sie, was ich nicht habe? Das ist ganz einfach. Ich habe eine verdammt gute Lesebrille. In de nacht telt de klok geen uren. In de nacht geldt een andere tijd. Als je wacht op de slaap die niet wil komen en de nacht verglijdt, de gedachten zijn wilde stromen. Ook al doe je je ogen dicht en zo lig je vergeefs en moet wachten tot het ochtendlicht. Als je niet kan slapen zijn er van die lekkere pilletjes. De apotheek ligt barstens vol met slaapverwekkende middeltjes. Neem een mogadonnetje, een lekker verolalletje. Of combineer een soneril met een allobarbitalletje. We hebben godzijdank de slapeloosheid onder de knie. Dat hebben wij te danken aan de chemische industrie. Want Siba en La Roche en Bayer zijn een zegen. Hun naam wordt geheiligd en geprezen allerwegen. Er is toch nog zo'n heerlijk middel als oxazepam, een benzodiazepinderivaat, een meprobamaat, een methylpropylpropandiol dicarbonaat of een doridine, een fenylethylglutarzuremide. De wetenschap heeft zoveel te bieden, een Belanox of een Nembutal, een Revonal en daar ga je al, een lekkere Atarax en dan voor straks een Vesparax en vandaag gewoon niet. Ach, geen punt hoor. Sorry. We kennen elkaar nou, hoe lang helemaal? Hè? Een paar uur, dus ik vind het gewoon erg fijn dat je het gewoon zo durft te zeggen. Oké. Okay. Heel fijn. Zullen we dan nu maar gaan slapen? En je hoeft er geen probleem van te maken hoor, echt niet. Oh, maar dat maak ik ook helemaal niet. Jawel, natuurlijk wel. Ja, daarom vind ik het zo goed van je dat je er zo gewoon voor uit durft te komen. Want anders gaat het toch in je knagen, hè? Kijk, voor mij ben jij dus
100% een man, hoor. Meteen dat ik je zag, dacht ik, jij bent een lekker beest van een kerel, hè. Dus maak je daar maar geen zorgen over. Ja, nee, maar ik maak... Er is niks mis met je. Oké. Okay. Nou ja, vandaag wel even natuurlijk, hè. Maar dat kan de beste gebeuren. Het belangrijkste is dat wij gewoon een goede, open relatie hebben. En dat we gewoon tegen elkaar kunnen zeggen, sorry, het gaat vandaag even niet. En dan zeg ik, jammer. Maar geen punt. Mm. En als jij ervoor schamen wil, dan zeg ik oké, schaam je maar gewoon even. Wat maakt het uit? Doe maar even. Schaam je maar even. Ik schaam me helemaal niet. Ja, dat vind ik nou niet leuk van je. Nee. Dat moet je wel gewoon toe durven geven. Want als je dat gaat opkroppen, dan krijg je complexen. En dan gaat het straks dus echt helemaal niet meer. Hm? Kijk, zwakte is geen zonde, hoor. We zijn allemaal wel eens zwak. Nou, oké, vandaag ben jij even zwak. Geen punt, praten we gewoon over. Je wilde toch wel over praten? Nou, kijk, als jij het niet erg vindt, laten we dat dan morgenochtend doen, hè? Ik ben nu een beetje moe. Ja, oh, dat is... Oh, schattig. Dat is zo'n bekende. Ja... Je vlucht in de slaap. De struisvogeltactiek. De kop in de kussens. Maar dan ga jij natuurlijk wel helemaal goed de fout in, hè? Doe jij me nou eens even een lol, zeg. Moet je luisteren, schat. Het is vervelend. Het is naar. Dat begrijp ik ook best. Maar het is alleen een probleem als je er een probleem van maakt. En ik maak er geen probleem van. Nee? Nee, jij maakt er een probleem van. Maar dat is dus geen punt in een moderne open relatie, omdat we erover praten kunnen. Kijk... Vroeger, hè, dan had je niks gezegd. En dan had je schuldgevoelens gekregen. En dan was je gaan twijfelen aan je eigen mannelijkheid, hè. Nou, en tenslotte was je dus compleet impotent geworden. Ja, toch? Maar nu is geen punt, hoor. Weet je wat? Ik zet een lekkere sterke kop koffie. En dan proberen we het gewoon nog een keer. Oké? Ja. Tot zo, Esra. Heel fijn. Er is één ding nog veel belangrijker dan een open relatie. En dat is een open raam. Zat je de hele nacht met zo'n zielenpoot. Nou, vandaag de dag ben je er binnen 5 minuten van af. Dat is het mooie van zo'n moderne, open relatie. Heel fijn. Kan dat zo? Dat is uitdagend, hè? Een beetje gevaarlijk. Nee. Ze emancipeert, de vrouw wordt bewust, omdat zij niet meer in haar onmacht berust. Maar veranderd is er nog niet zoveel. Zij verdwijnt des avonds van het toneel. Bedreigd door de stad die haar niet accepteert. Als ze niet op de stem van een vent reageert. De straten zijn verboden terrein. Voor vrouwen die 's nachts gewoon een vrouw willen zijn. Vrouwen zijn 's avonds alleen maar een wijf, worden beoordeeld alleen naar hun lijf. Want 's nachts spreekt de wereld een andere taal. Een vrouw in de nacht is nog steeds niet legaal. Mannen en vrouwen zijn 's nachts niet gelijk. Mannen
besturen het nachtelijk rijk. Vrouwen zijn bang voor de nacht. Vrouwen in het donker zijn verdacht. Want 's nachts heeft een vrouw geen identiteit. Ze heeft geen gezicht en haar naam is ze kwijt. En het geeft niet of een vrouw protesteert, want ze doet het 's avonds altijd verkeerd. Haar rok is te kort of haar broek is te nauw. En zo ligt altijd weer alle schuld bij de vrouw. De nacht verandert vrouwen van kleur. Hun vrijheid begint, maar houdt ook op bij de deur. Vrouwen zijn 's avonds alleen maar een wijf. Worden beoordeeld alleen naar hun lijf. Want 's nachts spreekt de wereld een andere taal. Een vrouw in de nacht is nog steeds niet legaal. Mannen en vrouwen zijn 's nachts niet gelijk. Mannen besturen het nachtelijk rijk. Vrouwen zijn bang voor de nacht. Vrouwen in het donker zijn verdacht. Ja, goedenavond. Of goedemorgen eigenlijk al. Spreek ik met slaapservice Interdut? Ja, u spreekt met mevrouw Hogepool. Hogepool met vier O's. Wassenaarseweg 43. Ja, hier in Den Haag. Ik bel u eigenlijk even, meneer, om... Ja, dat hebt u snel door. Ja, daar bent u voor, hè? Ja, dat is ook zo. Nee. Nee, het is elke nacht hetzelfde. Ik doe geen oog dicht. Nou, dat zou heel fijn zijn, ja. Maar hoe zit dat met de betaling en zo? Wat kost het? Oh, nou, dat is heel redelijk, ja. Per giro. Oké, u stuurt dus iemand? Fijn zo, dank u wel. Dag, meneer. Slaapservice Interdut BV. De naam is Van Vliet in casu P. ten dienarende Arne. Nu moet ik nog eens snel, meneer Van Vliet. Gaat u zitten. Een ogenblik. Meldt zich Van Vliet in KZUP, ten huize van slapeloze Hogepool en Wassermanerseweg 43. Geen bijzonderheden aangetroffen. Vooralsnog zo mede. Over en sluiten maar CQ. Ga zitten. Gaat u zitten. Oh. Zo. Kan ik u iets aanbieden? Lekker een drankje of zo? Ik weet niet. Dranken, alcoholhoudend, dan wel fris, zullen gedurende de therapie door mij als zodanig in persoon niet kunnen worden genuttigd. Oh, nou, dan neem ik zelf even wat, want ik heb... Blijft u zitten. En wanneer u zittende gezeten bent, wilt u mij dan naar waarheid antwoord geven op de volgende vragen, al dus naar waarheid opgemaakt. De naam is Hogepool M. Ja. Geslacht? Ja. Adres? Wat? Ja. Heeft slapeloze in casu al eerder gebruik gemaakt van de diensten van slaapservice Interdut BV? Nee, nog nooit. Ik ben reuze benieuwd ook. Nee. Is slapeloze alleen staand? Ja. Ja. Alleen wonen? Ja. Ja. Alleen slapend? Ja, meestal wel, ja. Ik hoop dat u daar nou niet misbruik van... Maakt u zich geen zorgen, dame.
lichamelijke contacten tussen dienstdoenden van Slaapservice Internet BV Van Vliet in casu P en slapelozen in casu Hogepool in casu M zullen alleen dan tot stand worden gebracht wanneer zij in het kader van de therapie noodzakelijk CQ nuttig kunnen worden aangemaakt en uit dien hoofde ter zinne zijnde. Oh, nou, dat is dan heel fijn om te weten, meneer Van Vliet. Is slapeloze geïnteresseerd in de hazenslaap, de knikkebol, de sluimer, de druil, de doezel, ja, de dommel, moet u luisteren, de tuk? Alles wat ik wil is een beetje lekker slapen. Nee, heeft slapeloze in casu reeds lang klachten ter zake van slapeloosheid als zodanig? Ja, al heel lang. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb al weken... Ja, gebruikt slapeloze meer of in minder regelmaat met regelmatige tussenpozen slaapmiddelen zoals er zijn in casu het slaaptablet dan wel de slaapdrank van biochemische dan wel homeopathische bereidingswijze, CQ? Nee, ik word opgewonden van die dingen. Dat nee, heeft slapeloze last van hartkloppingen, opvliegers, beklemd gevoel in de borst? Nee, ondervindt slapeloze pijnen van diverse aard, zoals er zijn die veroorzaakt door gal of nierstenen, eeltzweren, ontstoken gewrichten, dwang of kalknagels? Nee. Nou, nee, maar ik had als kind... Nee, wordt slapeloze regelmatig, CQ met regelmaat gehinderd, door geluiden dan wel geruchten afkomstig van of voortgebracht door inwonenden dan wel naar buren, zoals er zijn de trillingen veroorzaakt door fonografische weergaven van geluids- of videoapparatuur, CQ andere geluidsdragers? Nee. Krakende trappen, tikkende verwarmingsbuizen, piepende ramen. Nee, het veelvuldig en luidruchtig doortrekken van stortbakken behorende bij toiletgroepen heren en dames diversen. Nee, dan wel geluiden of geruchten voortgebracht door jonggehuwden CQ pas samenwonenden van beiderlei of dezelfde kunnen. Zoals het ritmisch bonken van ledikanten waaruit zouden kunnen mogen blijken dat dezelfde zich veelvuldig en in luidruchtigheid overgeven aan handelingen die aanleiding zouden kunnen zijn tot voortplanting van de menselijke soort. Zou ik dat nog één keer kunnen herhalen, meneer Van Vliet? Nee. Gaan we thans over op de therapie als zodanig fase 1. Ik mogen slapeloze verzoeken zich te ontspannen. Zich met haar oor te concentreren op de muziek door mij thans ten gehore te brengen. Voor het vaststellen van de slaapdrempel als zodanig. Ik ben benieuwd hoor. Ik mogen u verzoeken zich te onthouden van alle opkomende en bijkomende opwindende gedachten die ter zake van... Dat ken ik. Dat ken ik, die muziek. Dat vind ik nou leuk dat u dat meebrengt. Dat is die gamelanmuziek van de Sultan van Solo. Met de Bejoyas van de Ratukidoo. Wat vind ik dat enig. Ik ben daar namelijk op vakantie geweest. Dat was verleden zomer. Oh, verschrikkelijk leuk. Ik heb er nog een fotoalbum van. Dat was met Albert Mol naar Indonesië. En Albert die kon... Oh, daar ligt hij. Albert die kon ook nooit slapen. Ik heb er enige foto's van. Wij hebben een plezier gehad met z'n tweeën. Moet Red gaan. Zitten. Het doen vertonen, zeker zichtbaar maken. Van fotografieën dan wel van bewegende beelden kunnen als niet ter zake doende in de therapie worden afgewezen. Wij gaan over tot fase 2. Ik mogen slapeloze verzoeken zich wederom op te ontspannen, zeker u alle bijkomende opwindende gedachten uit te bannen en zich te concentreren op deze bol onderhavig. Wij hadden vroeger ook zo'n bol, hè? En... Dame, mededelingen het verleden van slapeloze betreffende kunnen als niet ter zake doende ziende achterwege worden gebleven. Ik zie mezelf. Het doen spannen van de gelaatspieren, dan wel het doen trekken van grimassen als onderhavig, moeten achterwege blijven behalve wanneer dezelfde als in de vorm van gapen voorboden van opkomende gevoelens van slaapdrang zouden kunnen worden aangemerkt. Nee, fase 2 ook zonder succes gebleven zijnde, mogen ik slapeloze verzoeken zich op de bank, als hier beschikbaar zijnde, uit te strekken. Strekken. Strekken en... Ja. Als u strekkenden gestreken bent, mij de rechterhand ter leen aan te bieden. Hogepool. Zich middels het door deze handdruk tot stand gebracht lichamelijk contact weg te denken, CQ te verplaatsen naar mijn persoon als zodanig. En zich thans in de neergang der getallen, zoals daar zijn 5, in den vlezen weg te denken, 4, met alle roerende en onroerende goederen, 3. Met alle levende haven en opstallen, 2, dicht. Met alle bijkomende en onvoorziene kosten, 1. Met schild en de betrouwen, 0.
Meld zich van Vliet in casu P. Therapie in casu slapeloze hoge pool M. Met succes afgesloten zijnde, verzoeken toestemming het perceel te mogen verlaten. Al dus doende, over en sluiten, CQ. Hé, hey, meneer Van Vliet, waar gaan we heen? We kregen het juist net zo gezellig. Dienstdoende van Inderde Slaap BV moet helaas tot de conclusie komen dat de therapie in uw geval zijnde zonder succes is gesorteerd gebleven zijn. Verzoeken toestemming de centrale te raadplegen. Gaat u gaan. Van Vliet in KZP meldt zich therapie zonder succes. Verzoeken toestemming te mogen overgaan tot de klassieke methode en verbindende met hetzelfde de verzelfde verzoeken over te gaan tot het doen afleveren van het bestemde ter bestemder plaatsen, het weldoende. Over en sluiten, CQ. Wat gaan we nou nog weer doen? De klassieke methode. Oh, de klassieke methode. Oh, nou, als dat zou kunnen. Ik vraag een ogenblik geduld. CQ, respect. Het moment is daar. Ik mogen slapeloze verzoeken. Te gaan tellen in de volgorde de opkomende getallen zoals er zijn. 1, 2, 3 en zo, zetera. Kom maar, dames.
wereld van het nachtpubliek. En wie kijkt er op een tientje voor een traan? Een hartstochtelijke kus in cellofaan. Ze vinden hier een huis voor een gedeelte van de nacht. En misschien is er wel niemand die na afloop op ze wacht. I'm leaving you. Keys. Here are my keys. Here's my American Express card. Here's my Bloomingdale's credit card. Here's my checkbook. I've taken $2,000 out of our savings account because that's what I had in the bank when we first got married. Was this some kind of job? Here's the cleaning. Here's the laundry ticket. You can pick them both up on Saturday. You have to pick them up on Saturday. I paid the rent. I paid the Con Ed bill. And I paid the phone bill, so... Well, you really pick your times, Steph. Nachtpubliek, gewend aan het donker, vertrouwd met de technicolle droomfabriek. Nachtpubliek, op reis langs de wolken, gedragen op vleugels van de filmtechniek. Hun eigen protest, hun eigen verhaal. Krijgt een andere stem in een andere taal. Nachtpubliek, waar gaan ze heen? Finale muziek, de eenzame wereld van het nachtpubliek. Meisjes tot de voordeur brachten, meisjes die konden blozen en zich schaamden bij het allereerste minnekozen. De nachten waren vol geheimen en de bankjes in de parken druk bezet. Over seks werd niet gesproken, want de liefde pas ontloken werd nog niet direct beoefend in het bed. Zu dem Abschied noch einmal die Hände. Good night, good night, good night. Waar zijn die zwoele nachten met de allereerste zoen in het portier? Het is voorbij, want in onze maatschappij is geen plaats meer voor een beetje romantiek. Shine on, harvest moon up in the sky. Oh, I ain't had no love since January, February, June or July. Waar zijn die zwoele nachten met de allereerste zoen in het portier? Het is voorbij, het is uit en we vragen tot besluit. Heeft de oude componist zich in vroeger tijd vergist? Toen de maan hem inspireerde tot het schrijven van muziek. Ach wel nee, want die man wist wat hij deed. Hij beschreef het laatste restje romantiek.